eentjes weer. In de superklasse. Dillemans, superklasse. Racer nog 25 met Lindsay van Schijndel, Jamie Obring, Tammy Eindhoven, Kiko Kusters en Kelsey Bechtel. Aan de leiding hier, on the green bike, Jamie Obring. Vervolgens door eentje van FC Nederland. En dat zal Kelsey Bechtel zijn. Van wie hebben we dan daar op 3? Van de Gelderlandse. Kamee Eindhoven. Gevolgd door onze publiekslieveling met 35. Is dat Lindy van Schijndel. En Tigo die denkt van ik wacht op het laatste stukje, want het is lekker, lekker vlak. En dan kan ik goed trappen. Kijk, en daar komt hij weer aan. Onze Tigo. Let maar op. Oh, en eventjes een afstapje. Gaat het hem lukken? En daar komt hij weer aan, en pak hem weer. We gaan door naar race nummer 26. Jan Kroos, Luc Mulders, Danny van Zetten en Kevin Dollevoet. Laatst genoemde hier Kevin Dollevoet aan de leiding. Hij heeft een voorsprong van een meter of 10. Op zijn collega van Nederland, Jan Kroos. Dan hebben we Danny van Zetten van de Wegrijders op 3. En dan op 4 Luc Mulders met startnummer 61. Kevin Dollevoet gaat hier als eerste naar die finishlijn toe. Door naar race nummer 27. Met Tijmen van Nooy, Kevin van den Burg, Max van Dinter, Sam van Os, Sven van Dongen en Rick van der Haar. FC Nuland hier van, met de 468, Max van Dinter aan de leiding. Gevolgd door Sam van Os van FC Nuland. En dan zien we op 3 van FC Amersfoort, Tijmen van Nooy. En dan gaan we eventjes de andere lijst van de Woepers opnoemen. En dat is Kevin van den Burg, Sven van Dongen en Rick van der Haar. Race nummer 28 aan de leiding hier. Van Gelderwalse, Corneille Hoogakker. Heeft een metertje op 6-7. Op eentje van de Woepers. En dat is Harm Smulders. En dan zien we daar op 3 met 368. Loris Bouw. En kan hij nog een aanval plagen? Of plegen met 754. Anton Blankers. Hij gaat erover en hij pakt hem mooi met het door. Race 29 van de startheuvel af. En wie pakt hier die veldbegeerde toppositie? Het is nobody else dan Chris Verstappen. On the second position. Zien we daar FC Amersfoort, Piet Meijering. Gevolgd door twee rijders. Van de Woepers, Jochem van Aardenbeek en Henkie van Schijndel. En dan de andere rijder van FC Nuland. En dat is de kan niet minder van Dylan Glorman. Klappen! Goed zo! En dan wordt er een toch een aanval gepleegd door Jasper van Aardenbeek met nummer 28. En gaat Nieke redden voor die tweede plek. Race nummer 30 in de superklasse 76.
17 jaar. En wie pakt hier die koppositie? Ik zie Brian van Leeuwen een goede start maken. Hij gaat hier op de aanleiding hier van FC Amazone. Gevolgd door een van de leerrijders. En dat zal ongetwijfeld met 140 Lady van Honden zijn op die tweede positie. En dan op 3 FC Nederland. En dat zal Roy van Doren op Stef van Os zijn. We gaan eens even kijken. Met 409 is dat Roy van Doren op die derde positie. En dan een eentje van Gelderland Mansen erachteraan. En dat is met 348. Ja, we zijn er weer bij. Het viel even weg. Aan de leiding hier met 717 Niels Lombo in race nummer 31. En dan gaan we even naar 453. En dat is letterlijk tegen. Gevolgd door Michel Lapombo. Race nummer 32. 4 rijders van FC Nuland in deze baan. Met de Liegemaas, Michael van Leijden, dat zou ik zeggen. Dat durf ik niet bijna te zeggen, maar het is Carlos van Eens die binnen doorkomt. En als eerste gaat eindigen. Race 33, 7 rijders in de baas. Met aan de leiding hier Wido van Rijswijk. Met een, zou bijna zeggen, met een straatlengte voorsprong. Maar daar gaat hij helemaal op. Op plek nummer 2. 120, Boy van Wijk van de Leerrijders. En dan op 3 met 736. Jasper Kruisjager. En daar gaat aan de leiding eentje van de Woepers. En dat zal ongetwijfeld Rodi van de Heuvel zijn. En dan op die tweede positie Gelderland. En dat is Martin Paul. Gevolgd door 733 van FC Amazone. Wouter de Maas. En gaan we even kijken wie daar op 4 zit met 156. Is dat Roland van Doren. Race 35 zag ik Thijs Kabelkoos de koppositie in handen hebben. Maar hij wordt ondertussen alweer belaagd door iemand anders dan. Dus in Eindhoven met 317. Een mooi gevecht tussen die eerste en die tweede plek. En wie gaat hier aan het langste lijntje trekken? Het is tussen Eindhoven met 317 van Geldermansen. Die als eerste naar de finishlijn toe gaat. Race nummer 36. Twee rijders van FC Amazone voor in het veld. Aan de leiding hier met 735. Rollenstrijd gevolgd door Annie de Gram van FC Amazone. Dan gaan we. Oeh! En de volgende daar. Net voor de ene laatste bocht. En daar kwam er nog eentje meer bij. De andere die kon ontwijken. En wie zien we hier dan nog voorbij komen met 32, dat is